mensen, top dat jullie weer kijken. Hier achter mij staat onze verkorte Ford K. En destijds heb ik aan jullie gevraagd wat het moest worden. En een heleboel van jullie zeiden toen, maak er een Rol K van. Maar ja, ik heb ondertussen al een Rolgolf. Dus om nou ook een Rol K te bouwen, dat zou een beetje saai zijn. Tenzij we het deze keer een beetje anders gaan doen. Hij moet eerst nog een stukje korter worden, want hij is nou nog te lang. Ik denk dat we hem eens in de werkplaats gaan zetten en eraan gaan beginnen. Ha! Oh, hij start ook nog zo goed. Zo, hebben we toch een deur. Makkelijk in- en uitstappen. Als je deur genoeg bent. Dat hebben we niet meer nodig. Het begint dan best wel op de tekening te lijken. We hebben hier nog een grote hoepel nodig natuurlijk. Maar ik denk ook wel dat we gewoon extra steunwiel nodig hebben. Want anders zakt onze hoepel dadelijk door als hij daar met heel zijn gewicht op moet gaan staan. Volgens mij hebben we een paar extra zware rollen nodig. Laten we even in die kluis kijken. In die kluis. Ah, dan moeten ze geweten hebben dat wij die nodig hadden, denk ik. Misschien heb ik die wel zelf besteld. Wat is dit? Veiligheidsbrillen. Een gradenboog. Je kunt tenminste mooi in verstek zagen. In plaats van alles op zicht doen. Het zit er weer op voor vandaag. Maar we zijn best wel goed opgeschoten. Het is nog niet helemaal klaar, helaas. Maar ja, goed. Het is best een ingewikkeld ding om te bouwen natuurlijk. Dus we net even wat anders dan een wasmachine op het dak van een Opel Astra bouwen, zeg maar. Dit wordt wel echt vet. Ik ben echt benieuwd als je straks klaar is. Hier word je echt helemaal knettergek in volgens mij als je zo overkop tolt. En als je misschien ook wel achterover overkop kan rollen. En meer keer achter elkaar natuurlijk. Want ja, dat was altijd het ding bij de Rolgolf. Ja, doe meer rollen achter elkaar. Gaat niet. Deze kan het dadelijk wel. Maar goed, wat hebben we allemaal gedaan? Moet je kijken. Je hebt het hele ding ingekort. Het past me net. Kijk. Ondertussen heb ik de hoepels ook al uitgetekend en het snijwerk ervoor besteld. Dus daar zitten we eigenlijk een beetje op te wachten. Dus gauw we die onderdelen hebben, dan kunnen we er in elkaar lassen. En dan kunnen we ook de steunwielen op zijn plek zetten. Hier komt dadelijk die hoepel omheen te liggen. En ja, als je dan zeg maar op dit wiel en op dat wiel steunt, dan heb je hier een hele grote overspanning. Dan heb je natuurlijk kans dat die hoepel gaat knikken. Dat willen we niet. Dus daarom komen hier extra steunwielen. En die rijden ook in die hoepel. Dus dan wordt die een stuk sterker. Komt er hier nog eentje hiervoor.
En nog eentje daar beneden. Zo. Dit is ook wel een mooi detail. Kijk hier. Dat is een extra achteras van een Ford K. En die hebben we nou hier met deze bouten. Dan kun je hem dadelijk stellen. Als we deze bout nou vastdraaien, dan gaat die as naar buiten. Naar boven. Dan kunnen we de auto mooi opspannen in die ring. Die hoepel. Ja, dat wiel. Nou, die zit gewoon helemaal gefixeerd. Die veert helemaal niet meer. Dus dat is al goed. Deze. Dat is gewoon allemaal nog standaard. Dat moet dadelijk ook worden gefixeerd. Want ja, hij mag natuurlijk niet veren. Dan heb je kans dat die hoepels eraf rollen. Maar ja, die dingen die wegen 170 kilo per stuk. En ze zijn 2,30 meter hoog. Dus dat zou heel lullig zijn als die in één keer aan de wandel gaan. Dat is niet handig. Dat willen we niet. Dat waren we bijna nog vergeten. Benzinetank. Die hadden we ook nog gemaakt. Dit is de bovenkant van de originele Ford K tank. Dit stuk blik. En dit zijn stukken, die had ik nog liggen. Die had ik twee keer laten zetten, want deze hebben jullie al een keer gezien natuurlijk. Bij die vorige Ford K, hè, bij die rollercoaster. Toen hebben we ook zo'n tank gemaakt. Alleen deze is een beetje anders. Deze die komt zo te zitten. De pomp komt hier zeg maar in. Zoals jullie al zien, als die tank vol met benzine zit, dan zit die pomp helemaal eigenlijk in het midden van de tank. Ja, dat moet natuurlijk, want ja, die tank die zit nou, ja, normaal zit die zo, maar hij kan evengoed zo komen te zitten natuurlijk. En dan willen we natuurlijk niet dat hij stilvalt, dus. Dus daarom, ja. We gaan binnenkort weer verder met dit project. En waar we ook mee verder gaan, is het tankproject. We gaan namelijk binnenkort naar Engeland. Om die oude legertank die we daar gekocht hebben te demonteren. Het kanon moet er namelijk uit. En dan kunnen we hem op transport zetten deze kant op. Kunnen we er ook eindelijk aan beginnen. Dus een boel brute dingen in het vooruitzicht. Dus ik zou zeggen, vooral blijven kijken. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.